Hey, hallo. Ik ben er weer met een nieuwe videorecensie. En vandaag bespreek ik Mijn Lieve Gunsteling van Marieke Lucas Reineveld. De nieuwe roman van Reineveld. En hij is denk ik een maand geleden inmiddels uitgekomen bij Atlas Contact. Ik weet nog dat ik een aantal weken geleden besprak ik Shaggy Bane van Douglas Stewart. En ik zei toen dat het heel erg moeilijk zou worden om dat boek te overtreffen. Ja, Reineveld is het gelukt. Dit is echt een fantastisch boek. Het gaat over een veearts. En het is eigenlijk een 360 pagina's lange liefdesbrief aan een 14-jarige dochter van een veehouder. En de veearts vertelt over wat er allemaal is gebeurd tussen die twee. En hoe de grenzen steeds meer opgezocht werden en vervaagden. En ja, de inhoud is eigenlijk heel erg weerzinwekkend. Maar doordat het zo ontzettend mooi geschreven is, vergat ik af en toe bijna dat het onderwerp eigenlijk best wel verschrikkelijk is. De zinnen zijn heel lang, met heel veel komma's en ze zijn heel erg opzommend van aard. Maar ze vloeien echt heerlijk, waardoor je gewoon echt maar door wil blijven lezen en blijven lezen. En toen ik het boek dichtsloeg, mijn eerste reactie was meteen nog een keer gaan lezen. Meteen opnieuw beginnen in dit boek. En ja, dat is natuurlijk dat is natuurlijk de grote kracht van dit boek in de manier waarop het geschreven is. Worden er ook heel veel dingen uit de Bijbel geciteerd en worden er heel veel songteksten geciteerd. Dat laatste vind ik natuurlijk als groot muziekliefhebber superleuk. Hoewel het supermooi geschreven is, het raakte me ook heel erg. Wat me het meeste raakte was denk ik om te lezen hoe ver de belevingswerelden van die veearts en dat meisje uit elkaar liggen. En hoe dat meisje nog in een heel onschuldige, naïeve fase zit. En hoe zij totaal niet het denkkader heeft om de ernst van de situatie in te schatten. En dat vond ik echt super goed aan het boek en super goed beschreven. En ja, dat raakte me heel erg. En ja, goede boeken die zorgen ervoor dat je, tenminste wat mij betreft, een stukje van de wereld, misschien een heel klein stukje van de wereld, beter leert te begrijpen en of begrip voor een stukje van die wereld leert te krijgen. Maar de allerbeste boeken zorgen niet alleen voor dat, voor dat de lezer beter de wereld begrijpt, maar zorgen er ook voor dat de lezer zich begrepen voelt. En dat is wat Mijn Lieve Gunsteling heel erg bij mij deed. De beschouwingen van het meisje en bepaalde houdingen van het meisje, die raakten me heel erg. En daarin, in hoe Reineveld daarover schrijft, voelde ik me heel erg begrepen. Dus ja, dit is voor mij echt misschien wel een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Het zou me niks verbazen als deze over een paar jaar in mijn top 10 aller tijden staat. De tijd moet natuurlijk een beetje uitwijzen hoe dit boek, hoe dit boek zal gaan bezinken. Ik heb het nog niet zo lang geleden uitgelezen. Maar als dit bij de avond is ongemak, dat boek begin ik beter te vinden naarmate de tijd vorderde. Dus ja, als dat boek, als Mijn Lieve Gunsteling hetzelfde lot beschoren is, dan gaat het misschien wel heel hoog in mijn toplijst aller tijden eindigen. Ik geef het boek voor nu geef ik een dikke 4,5 ster. Maar ik denk dat er wel een kans in zit dat ik hem mettertijd ga verhogen naar de hoogste score. En dat is, volgens mij heb ik
tot nu toe maar 3 boeken die allerhoogste scoren gegeven. Dus dat geeft wel aan hoe goed dit boek voor mij was. Voor de leessoundtrack heb ik dit keer iets anders aangepakt. Ik heb niet voor 4 albums gekozen die bij het boek passen, maar ik heb voor 4 liedjes gekozen die allemaal over hetzelfde thema gaan, namelijk een seksuele relatie tussen een kind en iemand die veel ouder is. Voor die leessoundtrack kun je gaan naar boekuitroepteken.nl. Ik zal ook een linkje in de beschrijving zetten. Zometeen na dit filmpje zal ik ook een link plaatsen naar het vorige boek wat ik van haar besprak, De avond is ongemak. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zou zeggen, toedeloei.